Ik ben Nancy Rissak en ik heb een koffie-lunchzaakje op het Klapdorp, een Barazaar. Ik ben Koba, ik ben 31 jaar en ik heb een koffiezaak, Colonel Koffie. Mijn naam is Jens Oors, ik ben zaakvoerder en eigenaar van een koffiebar en koffiebranderij, een micro-roastery in Antwerpen. Dat is heel gevarieerd, van studenten naar de bureaus hier in de buurt, naar vast eigenlijk de bewoners, alle leeftijden. Ik denk dat dat ook wel het ding is bij koffie, dat je daar iedereen bij kunt bereiken. Er zijn veel mensen die gewoon afspreken om gewoon elkaar te ontmoeten en gewoon even bij te praten. Er zijn ook mensen die 's morgens binnenkomen en de hele dag werken en 's avonds buiten gaan. Ik heb klanten die hier een gazetje komen lezen 's morgens. Die zijn meestal ook alleen. Ik heb bijvoorbeeld een klant die is tekenaar en die tekent gewoon heel de dag door hier in een klein boekje. Naast kruiswoordraadsel oplossen, de krant lezen, boeken lezen en spreken met vrienden. Soms durf ik hier wel eens tekenen, maar dat is vooral schetsen en nadenken over wat ik erna wil maken. Dus de gewoon dingen eigenlijk. Ik denk dat het een beetje een combinatie is van verschillende factoren. Je hebt enerzijds de koffie, dat op zich een heel harde trend is. Mensen zijn meer en meer en meer terug geïnteresseerd in koffie en vooral in goede koffie. Tegelijkertijd dat het ook een plaats van samenkomen is. Mensen komen terug op een plaats samen en spreken daaraf en ontmoeten elkaar terug echt. En dat is het heel leuke eigenlijk. Ik denk dat er een beetje teruggegaan wordt naar de authenticiteit van de producten. Ze zijn heel hard het zelf branden van koffie terug beginnen promoten, waardoor dat mensen terug in contact zijn gekomen met de echte smaak van koffie. Ik denk dat mensen nu wel eerder in een koffiebar willen naar spreken en gewoon op café pintjes te gaan drinken. Dus misschien wel in de dag, maar in het algemeen s'avonds en zo dan. Koffiebar is niet open, het is echt vervangen niet, maar het zijn we wel aan het verschuiven, denk ik. Ja. Tegelijkertijd sluiten wij ook gewoon om 7 uur. En in de latere uren zou ik zeggen, ja, dat zijn terug wel gewoon de cafés dat we openpakken.